Ik ben in principe een weinig bezorgd iemand. Ik ben optimist van nature. Als je een bepaald project hebt en er is voldoende draagvlak, dan moet ervoor gaan. Dus ik ga ervan uit dat dat project lukt. De enige bezorgdheid is misschien, wij hebben toch wel een zeer goed ondernemingsvriendelijk klimaat. En dat moet zeker blijven, mag zelfs versterkt worden, want het hebben van goede KMO's is de basis van welvaart en welzijn. Dus dat is misschien mijn enige bezorgdheid. Ik ben niet zo'n wilde dromer, ik ben eerder een realistische dromer en wat ik wel hoop is dat we kunnen blijven groeien en bloeien in Aalter. We hebben ongeveer 240 mensen hier in dienst, waarvan 60 mensen die wonen in Aalter en Kneslare. En ik hoop dat we dat lang kunnen houden en dat we zelfs kunnen uitbreiden. Dus dat is mijn belangrijkste droom eigenlijk, dus een vrij realistische droom. Sterk leiderschap is belangrijk, niet laten afschrikken door obstakels. En als er werkgroepen zijn waar de lokale nijverheid een rol kan in spelen, zijn we altijd zijn we van de partij.